lijkt me nou net zo leuk. Want dat is, mag ik u dan boerin noemen? Ja hoor, dat mag ook dat nog. Mag, hè? Dat is geen schelvorm. Wat is uw naam, sorry? Paulien de Groot. Okay. Boerenbedrijf de Heijhoeven hier in de Grootheideweg in Giesenburg. 200 koeien volgens mij. Iets meer. Nog meer? Ja, 295. Oké. Okay. Nou, dan stel ik me zo voor, die koeien die lopen dwars over die weidevogels zijn. Maar nee dus. Nee hoor. Er wordt echt rekening mee gehouden. Ja, er wordt rekening mee gehouden. Hoe gaat dat nou? Er is een beetje een teruggang. En om te proberen om die weidevogels weer, ja, wat zou ik zeggen, de aantallen toe te laten nemen, zijn er allerlei maatregelen genomen. Kunt u wat noemen? Wij proberen in ieder geval sowieso alle nesten te beschermen. We zoeken ze op met behulp van vrijwilligers. En dan worden ze beschermd tijdens werkzaamheden. Maar ook als de kuikens uit zijn gekomen, dan proberen we ze te beschermen door stukken gras te laten staan. En op die manier een soort schuilplaats te creëren voor ze. Ja. Is het nou het natuurlijke land waar ze normaal ook zitten? Ik bedoel, ook zouden er geen koeien lopen, zitten die vogels hier, hè? Ja, ze kiezen toch wel redelijk vaak dezelfde percelen uit. Kan misschien eens een keer een perceel ernaast zijn, maar ze zitten wel redelijk op dezelfde stukken. Nou, op de achtergrond hoort u een grasmaaier, dat ook gelijk even vertellen, want het is radio. Maar goed, er gebeurt heel veel op zo'n bedrijf, het is intensief. Hoe wordt er nou specifiek rekening gehouden met die nesten? Worden stokjes bijgezet? Ja, de vrijwilligen die komen een paar keer per week komen die langs. Die gaan door de percelen wandelen. Dan zien ze een vogel opvliegen. Dus dan weten ze, hey, daar in de buurt moet een nest zijn. Dan gaan ze hem zoeken. En dan een meter of twee voor het nest zetten ze een stokje. En dat is dan voor ons een teken. Zo van, daar zit het nest ongeveer. Dus daar vandaan moet ik er omheen gaan maaien. Of andere bewerkingen eromheen doen. Inmiddels hebben we hier een aantal jongens werken die het zelf ook heel leuk vinden. En vanuit de trekker zie je dan ook vaak heel goed. Heb je een goed overzicht. Dus die vinden dat eigenlijk ook leuk. Dus bijna alle trekkers zijn ook uitgerust met allerlei stokjes om nesten te markeren. En dan is het ook nog zoiets. Ze zoeken bepaalde, ze willen graag kruiden, die vogels. Dus op een gegeven moment is dat verdwenen. Hoe komen die kruiden nou weer terug? Hoe bevordert u dat? Die kruiden worden niet echt specifiek bevorderd. Er is het grootste gedeelte wat hier leeft, moet het eigenlijk hebben van de insecten. Ja. Nou, als er koeien zijn en er ligt een mesvlaai, heb je sowieso insecten. Ja. Dat is het probleem niet. Ja, dat is juist goed bevorderend dan. Ja, eigenlijk okay. Wel. Ja, okay. Verder nog?